eerst. Uit. Oelala. Kan sneller. Oh, oh. Kan ik kiezen. Nog meer allemaal hebt? Het open. Wat zit er nou allemaal? Een slijm. Prikken. En een beetje geld. Wat is een papiertje? Een bonbon. Nee. Gabbelen, 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 gabbelen. 2, 3. Tot ziens! Een hele goede morgen. Wij zijn de Bengaas Familie. Jawel, het is zaterdagochtend. Je ziet het goed. Ik heb hier net achter het bureau de Disney on Ice-log van gisteren online ingepland. En we zitten lekker in bed te kijken naar de... Kidstop 20. Goedemorgen, Luxie. Is dat jouw handtas? Ja, natuurlijk weer vaste prik inmiddels, hè? Die Kidstop 20. Ja. Lekker chillen, jongens. Zaterdagochtend. Heerlijk. Nummer 2. Ja. Nummer 2. Staat hij op nummer 2? Wow. Nummer 1, dan nummer 3 en dan nummer 2. Ja. Cool. Zo, de Kidstop 20 is inmiddels afgelopen. Ik heb even mezelf een beetje aangekleed. Ik moet nog even make-up erop doen. Maar de kinderen die zijn nu lekker aan het spelen. Met het paard. Ja, ze hinnikt als een paard. Op de kamer van Lucilla. Wat zijn jullie onder aan het doen in jullie gezellige kersthut? Voor te tekenen. Oh. En nog 4 minuten. Dan gaan we dokterpartij doen. Oh, je hebt de timer neergelegd. Oké, gezellig jongens hier in de hut. Ja. Een mooie kersttekening maken. Die heb ik speciaal voor Lucilla op school meegenomen. Oh, wat lief, jongen. Heel lief. Ja, schatje, wat is er? Oh, zit je op het paard? Kijk dan. Oh, zit je op het paard, liefie? Oh, Luxie heeft weer wat nieuws uitgevonden. Op het paard. Goed zo, Luxie. Schatje. Mama Sjaak, mama Sjaak. Terwijl Luan lekker aan het dansen is met Luxie en Lucilla. Het is trouwens echt een zooi in deze kamer. Moet je kijken, wat een zooitje. Maar goed, dat maakt niks uit. Ik was broodjes in de oven aan het leggen, want het is zaterdagochtend. En we hadden broodjes nog liggen, dus die ga ik eventjes lekker warm maken. Zodat we eerst kunnen gaan ontbijten. Heerlijk, met de zon in mijn gezicht. Wat zijn ze nou weer aan het doen, Luxie? Wat zijn ze aan het doen, Luxie? Zijn ze Woezel en Pippa spelen? Oh, kijk dan. Woezel en Pippa aan de riem. Kijk, dan gaat Pip en dan gaat Woezel. Wat doen ze nou, Luxie? Gekke broer en zus. Ja, wow. Zonnetje naar binnen, hè? Mm-hmm. Ah. Hoe eet jij een broodje? Hoe eet jij jouw broodje? Oh ja? Hoe laat het zien dan? Hoe eet jij een broodje? Ja, ik zie het. Ik zie het. Oh, water is niet erg, liefje. Moet je eens kijken naar Luxie's gezicht. Nu wat? Kijk eens naar Luxie's gezicht. Het is wel goed, hè, Luxie? Lekker broodje, hè? Luxie, ik denk niet dat er zo wat uitkomt. Ik zie je met zo'n lekker snuitje. Was het broodje lekker, Luxie? Ja. Lekker broodje, hè? Ja. Kijk, zo eet ze het broodje. Lekker, hè? Ja. Lekker broodje. Zo. We hebben even stofzuigen. Ja, hoor. Ja, hoor. Nou, kom maar. Nee, ik ook. Oh, jij. Nee, ik. Oh, oké. Mag Luan eerst? Want dat vroeg ik eerst. Dan mag jij daarna. Daar gaat-ie. Ja. Best een zwaar klusje, hoor. Ja, maar
hier zo. Ja? Gaat goed, jongen? Ja, goed, hè? En nou, Lucilla? Goed zo. Ja. En dan weer. Ja, om helemaal even lekker in de kerstsfeer te blijven, hebben wij onze kersttruien en kerstoutfits aangedaan. Dan gaan we een superleuk familiespelletje doen. Heb je nou zoiets van, oh, ik weet niet wat ik moet doen met kerstdag met mijn familie, hangen op de bank? Nou, neem bijvoorbeeld hier aan. Dit kunnen jullie misschien ook thuis doen als je dat leuk vindt met je gezin. Want wat ik heb gedaan, ik heb hele leuke kerstopdrachtjes bedacht. Ja. En die heb ik in deze kerstmystery box gedaan. Ja. En kijk, dat ziet er ook heel kerstachtig uit. Oelala. Ja, kerstspulletjes zitten erin. Oelala. En daar zitten briefjes in verstopt. Kijk. Er zitten allemaal kerstspulletjes in, maar er zitten briefjes in verstopt. En op die briefjes staan opdrachtjes die wij moeten gaan uitvoeren. En waar zijn deze lekkere schuifjes? Ja, die mag je tussendoor, mag je er eentje voor. Ja, als iemand wint, toch? Of niet? Oh, nou, dat dan ook. Ik heb al een. Ik ook. Ja, papa krijgt er een als hij wint. Papa krijgt er een als hij wint, ja. Nee, papa heeft stiekem de halve zak al opgegeten. Oh. Dat is echt zo. Mama de chocolade kant. Ja, dat is echt zo. Lara is dat bed. Oké. Wat we gaan doen, is deze even rustig. Wilt Luxie de eerste pakken? Nee, ik... Wil jij de eerste pakken? Oké. Okay. Nou, even husselen in deze mooie kerstbox. De deksel eraf. En dan grabbel maar een loodje eruit. Geef hem maar aan papa. Papa voorlezen? Papa met voorlezen. Ach, lekker! Ja, lekker, hè? Bouw zo snel mogelijk. Bouw zo snel mogelijk de kersttreinbaan op. Wie het snelste de trein laat rijden, wint. Jongens. Tegen de meisjes. De kersttrein. We hebben een hele leuke kersttrein met een baantje. En dit is dus de bedoeling dat we die heel snel gaan opbouwen. En als het treintje rijdt, dan stoppen we de tijd. Het is de jongens tegen de meisjes. Wij gaan winnen. Wij gaan winnen. Wij gaan winnen. Wij kunnen dit. Jongens gaan winnen, Lu. Wij kunnen dit. Wij gaan winnen. Wie gaat er beginnen? De jongens of de meisjes? De jongens beginnen. Jongens! Weet je, de jongens mogen beginnen, want de meisjes die winnen toch. Klaar voor de start? Nee, we zijn er nog niet. Wacht even, we moeten wel even een timer hebben. Luan, timer. Luan die is van de timers. Ja. Ja. Ja, gewoon een rondje. Ja, gewoon een rondje. Kan ook niet anders, want hij is niet zo heel groot. Oké. Hoeveel minuten? Nee, ja, dat ligt aan hoe snel jullie zijn. Je moet gewoon de stopwatch aanzetten. Oh. We hebben hier de timer. Klaar voor de start. Af. En daar gaat hij. Ze zijn begonnen. De aanbouw is aan de gang. Wordt dit teamwork? Of snapt vader er niks van? Iemand er aanklikken. Luxie die helpt mee. Dat is de persoonlijke assistant van de jongens. Nou, Luxie pakt de treinen vast uit. Ja. Nou, hij groeit al wel. We gaan een rondje doen, hè? Ja. Een cirkeltje. Zie je dat, Luxie? Ja! Kijk eens, Lux. Je mag vast de trein. Hou die maar vast. Wacht die er zo meteen op. Oké. Deze nog. Ja? Oh, dat is de trein. Yes! Doe de trein! Ja, dan moet die aan, hoor. Ja, die moet je aan. Maar deze moet er nog aan. Woehoe, Luxie. Woehoe. Ja. Nee, met begon, vader. Dit is een precisiewerkje. Kunnen wij veel beter, hè? Kunnen wij veel beter. Ja. We hebben de stopwatch, hè? Dus denk aan die stopwatch. Denk aan die stopwatch. Jullie zitten op 1 minuut en 20 seconden. Kom op. Kom op. Dit kan sneller. Ja, we zitten op de schil. Nee, wacht even. Allemaal werk. Dit is een precisiewerkje. Ja, laat hem maar rijden. Alleen als hij rijdt, hè? Nee, rijd nog niet. Nee. Ja, hij stopt de tijd. 1 minuut 38. Hey, goed gedaan. Goed gedaan. Klaar voor de start. Af. En aan onze meisjes. Kom, Luxie, help mee. Help mee, Luxie. Help allemaal mee. Oké, okay, het rondje. Dan maak ik ze vast. Nee,
Ja, dat bedoel ik. Een minuutje vertraging. Geen probleem. Luxie. Luxie, bekijk je van afstand? Ja, als jij het rondje maakt, dan zoek daar. Wordt de baan mooi zo, Luxie? Ja, hè? Ze zijn al aardig ver. Maar ze zijn nog echt al bijna klaar met het rondje. Bijna. Hier dan ook nog, hè? Ja. Kijk als de trein. Luxie, wat denk jij? Eén rij. Geef maar aan mama. Goed hoor. Ja. Trein. Wielertjes eraan. En trein. Lu, wat denk je? Gaan ze ons verslaan? Nee, joh. Gaan ze ons verslaan? We moeten wel rijden, hè? Ja. Nou, hoe ver zijn we dan? Oh, mama, opschieten. Ja, even een kleine tegenslag, jongens. Ja, we halen jullie in. Nee. Oh, nu gaan we voor. Klaar, voor de start. Oh, ja. Oh. Ja, en nu gaan ze op de tijd. Oh, ben ik er ook nog? Ja, we lopen door. Kom op, mama. Ja. Ja. Wij gaan toch zeker winnen. We begonnen, jongen. Box. Ja. Hey. Oh, ja, oh, maar. Stop maar, Luan. Oelan, 1 minuut 52. Oh. De jongens hebben gewonnen. Gefeliciteerd, mannen. Dankjewel, meisjes. Ja, dit potje hadden de mannen gewonnen. Maar het is 1-0. Nog meer rondes, nog meer kansen. 1-0. Nou, Lu, dit is weer het gabbeltje. Gaan we rabbelen? Het kerstgabbeltje gaan we gabbelen, Luxie. Rabbelen. Oeh. Een briefje zou het worden. Gabbelen. Heb je die uitgezocht? Ja. Oké. Maak 3 kerstpakket speelgoedboxen met je eigen speelgoed en geef deze weg aan onze fans. Ah. 5? Nee, 3. Jullie, alle 3 krijgen jullie een box en dan mogen jullie speeltjes in verzamelen. Ja, vanuit je eigen slaapkamer, je eigen speeltjes. Wat je weg wil geven aan de fans en dan gaan we die in een winactie teruggeven aan de kindjes. En dan kunnen ze hem winnen. Goed? Ja. Kijk, we krijgen alle 3 krijgen ze een doos. Een lege doos. Kijk, er zit niks in. En hier mogen jullie zelf speelgoedjes in verzamelen, wat jullie speeltjes zijn. En hier mooi in doen en dan gaan we er straks een leuke winactie van teruggeven. Goed? Ja, dat is leuk. Oké, nou, klaar voor de start? Af. Nou, eens even kijken wat Lucilla aan het doen is. Ik zit hier bij de knuffels. Ik kan niet kiezen. Kan jij niet kiezen? Wil je ze allemaal weggeven? Nee, ik wil ze allemaal halen. Nou, dan zoek je iets anders uit, schatje. Het kan ook een speelgoedje zijn. Luxie heeft hier al een dekentje te pakken. Maar eens kijken wat je nog meer allemaal hebt. Zo, Lu, hoe gaat het hier? Niet goed? Bijna niks op mijn thuis. Oh. Denk maar eens goed na, jongen. Waar speel je nooit meer mee? Ja, waar tatoeages. Dat kan, als je dat leuk vindt. Ik denk dat jullie dit ook kennen. Misschien eigenlijk doen ze het niet van die spaartattoos, maar... Ja, van de winkel, hè? Ja. We zijn een hele tijd verder en... Dit is uiteindelijk het resultaat. Ze hebben de hele kamer van Lucilla overhoop gehaald. En ze zijn nu bezig hier op de kamer bij Luan. Hier hebben we al 2 dozen klaar. En Luan is nog even bezig met de laatste doos. En we gaan jullie zo denk ik wel even laten zien, hè, wat er allemaal in zit. Ja. Tada! Hier hebben we de 3 kerstspeelgoedboxen voor jullie die de kinderen hebben gemaakt. We noemen het eventjes de Lucilla kerstbox, de Luxie kerstbox en de Luan kerstbox. En je kunt hiervoor meedoen bij de winactie. Die doe ik heel even op mijn Instagram. Dus ga even naar Farah-Bellinga. En daar kan je meedoen met deze Instagram. En wie weet heeft jouw kind straks deze superleuke persoonlijk gemaakt voor de kinderen kerstbox. Wat zit er nou allemaal in? Wat hebben ze nou allemaal uitgezocht? En daar gaan we nu even naar kijken. We hebben hier als eerst even Luxie. Wat zit er bij Luxie in de doos? Telefoon. Hou er maar een beetje uit. Kunnen we een mooie telefoon. Ja. Een beertje. Dan kan mama haarbandje slapen. Ja. Een sambalbal. Een mooi haarbandje. Luxie ook het boekje. En een boekje. Die ook, Luxie. Heel grappig trekboekje. Ja. Een aapje. Nog een mooie bandje. Nog een haarbandje. Een
basketbal. Een magneetkikker. Een magneetkikkerspelletje. Dat zie je dat. Deze aapjes. En een mooie telefoon. En een telefoon. Kortom, een hele leuke box voor een beetje dus de leeftijd van Luxie. Luxie is bijna 2. Nou, als jouw kind ook de leeftijd van Luxie heeft. Ik ben bijna 5. Ja, maar dan is het zeker leuk. Dan is het zeker leuk, inderdaad. En dan gaan we nu eens even kijken wat Lucilla erin heeft liggen. Ja, mooie Luxie. Het is echt te veel om op te noemen. Ja, Lucilla heeft ook een hele volle box. Eens even kijken. Een haarbandje. Oh, dit is een dorte klit. Oh, een haarband en een hele lange vlecht zit erin. Een Elsa vlecht. Een tas. Een Elsa tasje. Een squeezie. Een squeezie. Oh, lekker. Een lekker ruikende squeezie. Ja. Een little pony. En een cat. Een slijm. Mooi elastiekje. Een haarband. Ja, gezondheid. En een Barbie. En een gooidingetje. Een knorretje. Elfje. En een uitpakdingetje. En een tamboerijn. Een domino. En ja, de Barbie. Oh, dat zijn de willetjes van de Barbie. En een bellenblaasje heeft ze er nog in gedaan. En een domino spelletje. En nog een LOL poppetje. En dat was het. Kortom, ook weer een hele leuke box. En ook deze trouwens. En ze heeft haar handtekening erin gedaan trouwens ook nog. En dit leuke armbandje. Allemaal leuke dingetjes. En naar Luan. Persoonlijk gemaakt door Luan, hè? Ik heb nog een klein cadeautje voor papa en mama. Maar geld. En dat zou ik wel even laten zien. Oké. Dan kunnen jullie zelf ook spulletjes kopen. Maar hoe kom je aan het geld dan? Geld? Nou, ik heb eigenlijk een klein spaarpotje. Ja. En daar zit heel te veel geld in. Oh. En toen dacht ik, ik doe er wel een stuk of 6 of 5 geld erin. Oh, dat is echt lief van jou, dus Luan. Dit is een klein cadeautje voor papa en mama. En voor de papa en mama? Ja. Niet voor het kindje? Nou, ook een beetje het kindje. Oh, dan kunnen ze samen iets leuks kopen. Ja, dan kunnen ze iets leuks mee kopen. Oké. Okay. Een mooie knuffel. Ja. Daar kan dan mee slapen. Ja. Een wc'tje. En daar zit van die slijm in. Dan laat hij scheetjes. Laat hij scheetjes. Oké. Okay. Even goed kneden, want dan is hij er aangewend. Kijk. Oh, ja, ik hoorde hem. Dat was vader. Nou, dus deze leuke grappige wc. Ja. Ik denk dat ik dit niet kent. Dit moet je helemaal hier doen. Ja. En dan? Ga maar. Ja, en je hebt een trui aan, hè? Ja. Dan druk je hem zo in. Kijk, dan druk je zo in. Ja. Dan moet je een gat. Hier. Ja. En dan rolt hij. Rolt hij om. En dan rolt hij om. Maar ik denk dat mijn hand een beetje stroffig is. Door de trui. Dat kan. Ja. Maar, dus deze grappige ding. Ja. Een paar tatoeages. Tatoeages? Van insecten. Van insecten, oké. Een heel coole spinner, want kijk. Deze. De lampjes in de spinner. Ja, die vindt Luxie ook leuk. Geef me even aan Luxie. Luxie even mee spelen. Mooi. Oh ja, ze kunnen ook nog knipperen. Ah, jongen. Zo. Prachtig. En dan zitten er dus mooie Luxie. Dingetjes. Ik zie het. Kijk, ja, Luxie. Dus deze spelen. Spinner. En scheetkussen. Oké. Okay. Ja, daar is hij dus gek op. En wat is dat? Nou, wil je een lekker kauwgompje? Ja, lekker. En dan slaat een klein dingetje op je duim of op je wijsvinger. Oké, dat is een beetje om grapjes te maken. Ja. En heel mooi poppetje. Oeh, wat is dat dan? Een draakje? Ja, een klein draakje. Een klein draakje. Hij laat ook een scheet. Ja, ik hoorde hem. En een pen. Een 10-kleuren pen. Ja, even tellen hoor. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Oh, 6 kleurenpen. Zes kleurenpen. Een paar voetbalkaartjes. Oké, okay, ja. En een heel mooi boekje. Een boekje van Kikker. Sorry dat dit een beetje zo is gegaan. Maar hier kan je dus je naam zetten. Oh, en Luan, kusje, kusje, hartje. Ach, hier schatje. Staat Luan, naam. En dan mag je hier je naam zetten. Ja. En dan is er dus een heel leuk verhaaltje. Over Kikker. Voor het slapen gaan of in de middag. Leuk, jongen. Het is een leuk boekje. Ja, heel leuk. En een zo plakken spin. Oeh. Een spin? Die plakt dan. Die kan je laten schrikken. Oeh. En dan gaat hij zo. Dus niet schrikken als je de doos open doet. Dat is een neppert. En een grappige droom. Een poepie. Als je dit een, misschien een, ja, een huisdier hebt. Ja? Leg je hem stiekem neer. Ja? En dan zegt papa, mama. Een drol. Vieze drol. Oh, nee. Ook voor het grapje. Dus een grappige drol. Ja? Of gewoon dat je zelf misschien een drol haast. Ja. Mooie auto's. Oh, chique auto's. Oké. Okay. 1, 2, 3. Ja. Dan hebben we nog, ik denk dat jullie het filmpje van april hadden gezien. Dat 1 april. Dat ik dan in mijn vinger had gezien. Ja, laat het zien, jongen. Nou, kijk, dat is dit dingetje. Die gebruikte die toen voor zo'n video. Van, oh, spijker door de vinger. Ik weet niet of jullie die vlog nog kennen. Maar dan kan je dat grapje ook thuis uithalen, hè? Ja. Oké, okay, die doet hij er ook bij in. En nog een troonnetje, poppetjes of een klein prulletje erin. Een uitpakdingetje. En? Een tor. En een torretje. Weer een grapdingetje. Je bent wel een beetje grapjas, jij, hè? Ja. En de doos is leeg. Dat is leeg. Nou, ik vind het fantastisch. Als je deze hebben, je laat het even weten. Zeker even laten weten. En dan heb je deze mooie doos met spulletjes en een beetje geld. Ah, oh, super lief. Echt heel erg lief van jullie. Heel mooi. Goed gedaan, kinderen. We zijn trots op jullie. Ga maar een briefje uit, Liefie. Ga maar een briefje uit. Een papiertje. Kijk, daar ligt een papiertje. Of daar ligt een papiertje. Doe maar. Ze zitten met dat handje erin. Hier zit een papiertje. Luxie, zo een beetje mee. Met deze? Ja. Nou, oké. Luxie heeft er één. Oké. Nou, wat staat erop? Maar ik had ze Oh, ga jij het voorlezen? Nee, ik kan het niet voorlezen. Of overmaken. Ja! Ja, neem maar, papa. Lezen. Voel wie het is. De één kerstmuts op je hoofd tot over je oren. Dan moet je voelen wie er voor je staat zonder te kijken. Dat vind ik echt een leuk spel. Dat is een heel leuk spel. Je mag niet kijken. En wij zetten iemand voor je. En dan moet je voelen of het mama, papa, Lucilla, Lucie, Luan is. Ik word een kerstmuts. Wil jij beginnen? Nee, ik wil. Oké, nou. Hij is echt helemaal tot jouw kin, hè? Zo, ja, maar je zou nog wel kunnen ademen. Ja. Kan je nog wel ademen? Mag je mond vrij. Oké. Okay. Maar... Hey, niet kijken, hè? En zo. Nou. Mag je hier gaan voelen? Papa. Wat? Ik voel de baard. Oh, nee! Nee, papa was te makkelijk. Ik zou even zeggen, hier voelen. Wie is er dan? Ja. Vind ik even. Papa was te makkelijk. Oké. Jongens, gaan we doen. Ja, gaan we. Mama. Dat is heel, hè? Dit zit er nog in de mystery kerstbox. Oh, ja, die doen we nog erin. Luxie wil de kerstboom leuk van papa. Ja, dankjewel. Zit er nog wel wat in? Ja. Er zit of zo 4 of 3 nog in. Ik ga die. Oké. Nou, ben benieuwd. Elizabeth, jij mag ook een loodje trekken. Zing en dans je favoriete kerstliedje. Last Christmas. Ja. I gave you my heart, but the very next day, you never give it away. Is het niet leuk? We gaan het leuker. Wat dan? Wat dan? Droomboom, jij bent prachtig. Droomboom, jij bent puur. Okay. Is dat niet leuk genoeg? Ze vinden het niet leuk, vader. Welke nummer
Luan gaat weer met zijn boksen. Ik wil droomman, Luan. Luan zet wel eventjes weer de muziek op. Natuurlijk. Kom maar zo. We gaan samen naar het bos. Met de kluit ga jij eruit. We schieten de grond los. Alle sterren lag op het gras. En dwarrelt op ons weer. Al het groen wordt wit. Het begint van nog veel meer. Droombam, droombam, jij bent prachtig. Droombam, droombam, jij bent puur. Mogen we je even lenen uit het bos, uit de natuur. We brengen je weer terug, want Sinterklaas zit er nog aan. Over korte tijd kun je daar gewoon weer staan. Droomboom, droomboom, jij bent prachtig. Droomboom, droomboom, jij bent puur. Mogen je je even lenen uit het bos, uit de natuur. Iedereen die doet zijn best, kijk daar kom jij te staan. Als jij al eens de lampjes test, geef ik de molen aan. Wat nu nog rest, dan is de piek, die is elk jaar weer kwijt. Deze maakt jou pas uniek. Droombom, droombom, jij bent prachtig. Droombom, ik herken je geur. Je staat nu bij ons in de kamer. Je was er maar net door de deur. Ik was er door de deur. Je stralen in de nacht. Je geeft ons hoop en kracht. Ieder kind heeft een droom. En iedereen verdient zo'n boom. Maar net door de deur. Droombom, droombom. Droombom, droombom. Droombom, droombom. Wensen voor iedereen die nu kijkt, bijvoorbeeld. Dat is een lastige vraag, hè? Papa's kerstwens voor alle lieve mensen die kijken, is dat we jullie gezegende kerstdagen wensen met een heel liefdevol nieuw 2020. Dat 2019 een mooi jaar is geweest, maar jullie nog altijd nog weten of
beste allemaal mag komen voor iedereen. Ja, dat is ook mijn kerstwens voor iedereen. Dat je maar het mooiste uit je leven mag halen. En dat je zeker weet dat je dromen waar kan maken. En dat je je droomleven gewoon moet leven. Mama, ik weet hem wel, maar dat ben ik vergeten. Je bent hem even vergeten. Oh, dat is niet erg, liefie. Als je weer weet... Die komt wel boven water. Dan komt hij wel weer boven water. Gabbelen, 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 gabbelen. Kijk, wat staat erop? Welke kerstbal is er weg? Zoek 5 kerstballen uit de boom. En onthoud alle ballen. Ogen dicht, eentje gaat weg. Welke is er weg? Dat is een leuk spelletje. Ik wil mijn ogen dicht hebben. Ja, gaan we eerst eventjes wat kerstballetjes uit de boom halen. Wij hebben 5 dingetjes uit de boom gehaald. Dat is een vogeltje. Een balletje. Een groot kerstballetje. Een mannetje. En Lucie heeft het belletje. En nu moet Lucilla haar ogen dicht gaan doen. En dan gaan wij wat weghalen. En dan moet Lucilla zeggen wat er weg is. Oké, wat gaan we weghalen? Lucilla, kijk maar, Til. Wat is er weg? Dat sneeuwballetje. Lucilla! Je bent goed om mijn taal. Ja, goed joh. Oké, nou Luan, ogen dicht. Ja. Oké, ja, Luan, kijk maar. Oké, 1, 2. Wat is er weg? Die kerstboom. En? Met die sneeuw en die turkie. Kijk eens, die was gelijk. En nog, er is nog iets weg. De bel. Oh, goed zo. Wat even goed. Het allerlaatste opdrachtje zit hier in de kerstmysterybox. Wie gaat die eruit grabbelen? Luan? Gaat Luan grabbelen? Yes. Waar zit die in? Hier. Oké. Wat staat erop? Maak een gekke kerstselfie met de hele familie. Oh. Hoe gekker, hoe beter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nou, volgens mij moest daar wel wat bij zitten. Wat vonden jullie van deze kerstchallenge, jongens? Gezellig hoor. Was gezellig en zo. Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd of jullie deze challenge ook doen met kerst of hebben gedaan. Laat dat vooral heel eventjes weten. En deel ook jouw leukste familie selfie die jullie met kerst hebben gemaakt. We zijn heel erg benieuwd. Yes. Vond je dit dan weer een leuke vlog? Doe even de... Kerst! Vergeet niet te abonneren. Klik hier op het belletje. En een hele fijne kerst. En we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Fijne kerst! Merry Christmas! Doei! Is lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je.